Dit keer een man, de hoofdrolspeler voor Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Een musicalacteur met een stem als een klok en het lichaam van een jonge god. Dus gingen de auditiedeuren opnieuw open. Begin dit jaar melden honderden jongens zich aan voor de open auditie voor Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Wordt deze tweede zoektocht weer een succes? Voor mij was het twee keer zo vreselijk. En dat komt omdat als het één keer is gelukt, en dan heb ik het rare in mij dat ik denk, maar misschien lukt het een tweede keer wel niet. Even lijkt het erop dat Erwin gelijk krijgt. Maar gelukkig is er ook deze zoektocht weer heel veel talent. In de liveshows gaan 11 Josephs met elkaar de strijd aan. Met grote overgave werken ze 8 weken lang dag in dag uit aan hun spel, zang en dans. En dat is nodig ook, want dit is hun enige kans op de hoofdrol van het jaar. En ook Willem is deze serie weer helemaal in zijn element. Ik mis een beetje een soort van wat minder meteen al. Ik mis toch een geweldige kriebelende broek bij dit soort liedjes. Dit is echt een goed advies, hoor. En jij moet nog veel slaapkamers insluipen en vooral ook uitslapen. Om dat nog een beetje door te krijgen. Ik ken dat gevoel, want ik heb genoeg met een geknepen reetje in de coulissen gestaan, hoor. Ik vind je meesterlijk. John, Roy en Freek schoppen het tot de finale. Het zijn 3 grote talenten die allemaal Joseph zouden kunnen zijn. Roy is de ruwe diamant. Zijn avontuur lijkt snel voorbij als hij in de allereerste show meteen in de sing-off komt. Ik gooi een reddingsboei toe aan Roy. Yeah! Willem geeft Roy nog een kans en die grijpt hij met beide handen aan. Met het nummer Alsof je bij me bent laat Roy zien dat hij wel degelijk bij de favorieten hoort. Roy stijgt boven zichzelf uit en dendert de finale binnen. En dat is ook zijn vader niet ontgaan. John is de professional die met zijn hoge rockstem meteen ontzettend populair is. Maar hij krijgt veel kritiek te verduren van Paul de Leeuw. Intimiteit moeten we zien. Het moet gevoeliger. Ik vind je nog steeds een poseur. Ik weet het, ik weet dat ik aan moet werken en ik ben eraan aan het werken, maar het is zo moeilijk. John werkt keihard en weet met het emotionele nummer Oorlog in mei uit Siske de Rad ook de kritische Paul te overtuigen van zijn talent. Ik geloof je. Ik geloof jou ook. Echt fantastisch. Kijk, het voelt als een overwinning als Paul dat zegt. Maar het is Freek die in de finale het panel en het Nederlandse publiek verbijstert met een fenomenale uitvoering van Getsemane uit de musical Jesus Christ Superstar. ...22 jaar, dat kunnen is echt uniek. De winnaar van Op zoek naar Joseph is Freek. Nederland kiest Freek als Joseph en daarmee wordt zijn grootste droom werkelijkheid.